aan en super dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik iets heel cools uittesten. Maar voordat we beginnen, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Ik ga vandaag dit setje uittesten van de Action. Normaal hebben jullie in mijn shoplog gezien dat ik dit heb gekocht. Zo niet, ga dan zeker hierna. Ja, zeker dan na deze video mijn shoplog bekijken. Hier rechtsboven komt er ergens ietsje te staan. En vandaag ga ik dus uittesten. Maar eerst ga ik dat eens open doen. Ik weet eigenlijk echt niet wat het is. Of ja, ik weet wel wat dat is, maar ik zou echt niet weten of dit gaat werken. Maar ik heb een schaar nodig om het te openen. Ik heb even een breekmes erbij gepakt. Ik hoop dat dat ook werkt. Want ik zie geen schaar op het ik zie geen schaar momenteel. Dus ik ga dat proberen open te snijden. Oké. Heel dik plastic. Oh nee, dat gaat zo niet werken. Oh, dat wil niet open gaan. En het noemt het Active Pen. Volgens mij. Oké. Het is open. Oké, als eerste zie ik hier een blaadje met goudfolie. Ik heb ook een in het zilver. Die ga ik ook even uithalen. Deze heb ik in zilver. Echt heel mooi. Dan heb ik hier een pen met een kabel. Er moet ook een gebruiksaanwijzing zijn, hoop ik. Ik weet echt niet hoe dat werkt. Volgens mij moet je daar een minuut insteken voordat dat heet wordt en dan kun je erover gaan tekenen, denk ik. Ik zou het niet weten. De uitleg is heel onduidelijk, vind ik. Maar we gaan het dus proberen. Ik ga het nu insteken en dan moet ik een minuutje wachten ongeveer. Oké, ik heb even een laadblok erbij gehaald, want anders gaat het niet werken. En dan stop ik het hier in stopcontact en dan moet ik een minuut wachten. Terwijl we een minuut wachten, heb ik er ondertussen al een envelop bij gepakt. Want daar wil ik op gaan tekenen. Want er staat op dat dat enveloppen werkt, hier op dit prentje. En ik ben zo nieuwsgierig of het werkt. Ik ga hier, denk ik, een hartje op tekenen of zoiets. Oké, we zijn een minuutje verder en die pen is warm. Maar het wil niet scherp stellen. Oké, en dan ga ik in het goud doen. Dus ik ga dat eerste plakkertje losmaken, want er is zo'n plakkertje op. Oké, ja, het is los. Oh, dat is lang. Dat wil ik niet zo lang. Dat is een beetje ophoudig. Oké, dus zoals ik begrijp moet je dan hier zo op gaan leggen. Zo, ik heb dat nog nooit gedaan, maar... Dan moet hier dus op. Ik ga een stuk eraf snijden. Dat is misschien handiger. Oké, zo. Dus je legt dat hierop, denk ik. En dan gaat je met die pen daarop tekenen. Oh, die pen is echt warm. Ik heb er niet opgetekend en nu wil ik dat eraf halen. En heb je daar een hartje op staan? Oké, het werkt wel. Maar of ik het echt mooi vind, dat weet ik niet zo goed. Ja, kijk, niet overal. Goudfolie op en dat is stom. Ik wil wel overal goudfolie hebben opstaan. Oké, zo ziet dat eruit. Kijk, dat is niet heel mooi.
er zit al een hartje op. Maar of het het geld ook waard is, dat weet ik niet zo goed. Dat is jammer. Maar nu ik er meer laagjes aan doe, wordt het precies wel mooier. Ik weet het nog niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik ga hier eens verder iets proberen op de voorkant. Ik heb er toch nog twijfeltjes over. Het is leuk, maar of ik het echt aanraad om te kopen, dat weet ik nog niet. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Mijn mening over de pen. Ik vind het niet het geld waard, want het resultaat is niet spectaculair. Dus ik zou het een 6 op 10 geven, want het werkt wel. Maar of het mooi is, ja, ik weet het niet zo goed. Maar hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!